Duurzaamheid. Je begrip waar iedereen zijn eigen beeld bij heeft. Ook in de mobiliteit is dit een belangrijk aandachtspunt. En daarom is het belangrijk om met een creatieve passende oplossing te komen om de mobiliteit zo duurzaam mogelijk te maken. Allereerst zal ik beginnen met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Gavin Bekkers en op dit moment ben ik nog nooit achter hier Roermond. Ik studeer momenteel wel aan de Breda University of Applied Sciences in Breda. Ik heb daarbij gekozen voor de studierichting mobiliteit. Mobiliteit voor mij is de verplaatsing tussen A en B zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. Door files kan de vertragingstijd flink oplopen. Daarom is het nu belangrijk de focus op andere mobiliteiten te leggen. Denk hierbij aan OV en de Active Modes. Ook dragen deze mobiliteiten bij aan de duurzaamheid van mobiliteit. Vroeger was ik juist altijd geïnteresseerd in wegverkeer. Maar naarmate de opleiding vorderde, kreeg ik steeds meer interesse in het OV. Dit komt omdat ik interessant vind hoe het OV georganiseerd is. Zelf reis ik elke dag met de trein van Roermond naar Breda. En ook mede daarom ben ik het OV juist gaan waarderen. Ik word altijd beschreven als een creatief persoon die zorgt voor een goede sfeer in een projectgroep. Daar ben ik iemand die echt gaat voor het goede belang en dat boven zijn eigen belang zet. Verder ben ik erg visueel ingesteld. Ik kan hierbij goed op weg met tools als Adobe InDesign en Adobe Illustrator. Deze gebruik ik bijvoorbeeld om situatieschetsen te maken, om eventueel kaarten te maken, om mijn plannen toe te lichten. Verder kan je buiten school altijd graag op met vrienden. Ook vind ik het altijd leuk om de wereld te verkennen. Op de plaatsen waar ik dan kom, vind ik altijd leuk om te kijken hoe de mobiliteit in zo'n stad of een plaats geregeld is. Verder ook een van mijn grote passies muziek. Vroeger sinds ik klein was ik er mee bezig en nu is het toch wel mijn grote hobby geworden. Voor mijn eerste stage ben ik op zoek naar een meewerkstage. Dit is omdat ik niet echt precies weet wat ik wil en waar ik uiteindelijk terecht wil komen. En zo krijg ik een beetje inzicht van het bedrijf. Daarom ben ik uiteindelijk ook bij een gemeente, projectontwikkelaar en een adviesbureaustage gelopen. Zodat ik weet waar mijn passie ligt en uiteindelijk weet waar ik later werk in wil vinden. De stageperiode is tijdens van 2 september 2019 tot en met 6 december 2019. Alvast bedankt voor het kijken naar deze motivatievideo. Mocht jullie interesse hebben om te komen, hier de contactgegevens te staan. En ik kijk hier even uit naar een prettige samenwerking.